Ik ben Nieuw Oort. Ik ben 22 jaar oud. En ik kom uit Amstelveen. Ik ben begonnen met fotografie toen ik ongeveer 17, 18 was. Ik was in New York geweest in mijn eentje toen ik 17 was. Dan had ik met een hele simpele digitale camera foto's gemaakt. Maar vond ik erg leuk en ik kreeg er goede reacties op. Dus toen dacht ik, nou, daar ga ik gewoon meer mee doen. Ik noem mijn fotografie altijd portretdocumentair met een vleugje mode erin. Omdat ik mezelf niet definieer als modefotograaf, maar het is wel een onderwerp wat ik absoluut graag in mijn beelden wil betrekken. Ik vind het ook heel erg leuk om naar Fashion Week te gaan. In Parijs ben ik geweest vorig jaar en dat vond ik ook heel erg leuk. Dus ik heb absoluut iets met mode, maar om het nou echt alleen mode te fotograferen, ik vind dat er wel interessantere dingen zijn dan alleen mode aan zich. Dit project is tot stand gekomen doordat ik heel veel met Anouk Tan omging. Dat is een hele goede vriendin van me. En op een gegeven moment, ja, als fotograaf zijn, ik had altijd wel een camera bij me of een goede camera. En dan gingen we vaak uit of we gingen naar feestjes of iets doen. En dan maakte ik altijd wel foto's van haar. En op een gegeven moment, ja, toen werd dat wel echt een ding. Dat ik dacht, hey, ik heb eigenlijk gewoon een serie. En ik wil hier iets mee doen. En toen was Dash Snow net overleden en toen zag ik een serie van Ryan McGinley in Vice. En toen dacht ik, ja, ik moet het gewoon over Anouk doen. Van. Veel beelden zijn gewoon echt ontstaan door momenten dat we over straat liepen of ergens waar het stonden te wachten. Of op een feestje dat het gewoon ontstond. Maar bijvoorbeeld deze foto in Parijs, ja, dat ontstond ook. Maar we hebben het op een gegeven moment wel echt... dat is wat meer geposeerd dan bijvoorbeeld zo'n foto ook gezien. Maar bijvoorbeeld zo'n foto dat hier op de grond ligt, dat is dan wel echt een moment. Nou, de titel It Would Be So Nice. De zin komt uit het liedje van Madonna, Holiday. Dat is ook een beetje naar een knipoog naar de muziek die ik luister, maar ook het zegt ook over mij. Want ik ga bijvoorbeeld met heel veel jongens om die homo zijn en naar heel veel feestjes. En, het is een beetje flauw, maar dat is een beetje een knipoog daar naartoe. Maar It Would Be So Nice is ook vooral omdat de vriendschap voor mij betekende op een gegeven moment iets meer dan alleen vriendschap. En het is eigenlijk, ik wist soms ook niet zo goed wat het nou was en waar het nou heen ging. En het zou zo leuk zijn als, was een beetje heel erg mijn gevoel erbij, ook bij deze serie. Als het meer zou zijn dan dat, maar dat werd het nooit. Dus ik heb dat helemaal geaccepteerd. En wat soms heel moeilijk was, maar ja. Zo is het gewoon en ik heb er een mooie serie over gemaakt, Jan van. Dus.